In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Tijdje. Tijdje. Er zit hier een partij Eikelbergen in de brievenbus klem. Dus er kan geen post meer doorheen. Ik krijg het er niet uit. Kun jij... heb jij een mesje of iets? Dat ik het eruit kan poeren. Radio Bergijk. Wat dan? Een bijtel. Heb je een bijtel? Het radiostation voor Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, kijk. Wacht even. Ik weet niet wat het is. Ze hebben hier, ik weet niet hoeveel Eikelbergen in de brievenbus gedrukt. Godverdomme. Nou. Ja. Oh, ja. Dames en heren. Excuus. Hartelijk welkom. Radio Bergijk. We hebben vandaag van alles. Onder andere peer op reportage. Maar, zoals gebruikelijk, beginnen we natuurlijk, en dat doe ik deze keer zelf, met een gemeentebericht. Gemeentebericht. Het is een gemeentebericht uit Steensel overgewaaid. Maar het is misschien toch ook voor de Bergijkse bewoners leuk. Want dit jaar wordt alweer de vijfde keer de Steenselse vossenjacht gehouden. U weet het, de vos is redelijk zeldzaam. En daarom hebben ze in Steensel besloten om er gewoon een eind aan te proberen te maken aan die vossen. Dus iedereen mag gratis en krijgt het dubbel op jachtgeweren verstrekt van de gemeente. Om dat zeldzame dier, de vos, wat bijna weer een beetje voet aan de grond kreeg in deze omgeving, gratis weg te blazen. In het weekend, niet aanstaande, maar de week daarop. En u kunt zich dan dus in al uw enthousiaste mensen kunnen zich melden. En vorig jaar waren dat 14.822 mensen die zich gemeld hadden. En met een dubbele jachtgeweer op pad gingen. Die hebben toen 94 vossen aan flenters geschoten. En we hopen dus dat het dit jaar de laatste 400 vossen die er in de regio, en dan hebben we het over een gebied van 100 vierkante kilometer, zouden moeten zitten. Laten we allemaal proberen ons beste beentje voor te zetten. En dit zeldzame diertje uit dit gebied weg te blazen. De Steenselse vossenjacht. Het radiostation voor Bergijk. Dames en heren, we gaan zo direct overschakelen naar Peer van Eersel. Peer is op reportage en dat heeft alles te maken met een, geloof ik, nieuw initiatief. Met een soort cursus voor weduwnaren. Er zijn natuurlijk veel weduwnaren die van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen. En daar is nu dan eens een initiatief voor een cursus. En Peer die gaat praten met de heer Willem de Geer, geloof ik. Toon, ben ik er al, Toon? Ben jij dat, Peer? Ja, nog niet met naar mij schakelen, want ik kan... Waarom niet? Ik kan het helemaal niet vinden. Wat kun je niet vinden? Nou, er moet hier een boerderij staan aan de Runderbochten. En die boerderij heet Runderlust. Ja, waar ben je nou dan? Ja, ik weet bij God niet... Ik ben bij de Weeboerselweg, ben ik bij de Muggenhol, ben ik erin gegaan. Ja, dat klopt. En ik ben nu al 6 keer de Runderbochten op en neer gelopen, maar ik kan het... Weet je wel aan welke kant je moet kijken? Dat je geeft mij dan ook een goede routebeschrijving mee. Maar zie je nu een boerderij of niet? Ja, ik zie wel een paar boerderijen, maar niet boerderij Runderlust. Hoe heet de boerderij waar je nu dan in de buurt bent? Wat? Waar je nu voor staat. Sta je voor een boerderij? Ja, dit heet Nooit Gedacht, boerderij. Ja, nee, dan moet je... als je daarvoor staat... Even kijken, is dan de Nooit Gedacht, is dat aan de rechterzijde van de Weebossendijk? Of de Runderbochten bedoel ik? Nee, dat is aan de linkerzijde. Aan de linkerzijde, dan moet je... En dan daar tegenover staat een boerderij die heet Landvreugd. Ja, dat klopt. En dus als je dan ertussen gaat staan en je hebt aan je linkerkant Nooit Gedacht... Wacht even, moet je even over een... Au, 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 wat, au. Wat gebeurt er? Ja, ik moet over een hek klimmen. Prikkelraad, weer een scheur in mijn broek. Je moet gewoon op de weg blijven.
Je moet nog recht doorlopen. Ja, volgens... moet ik terug over... Moet ik weer terug over dat hek? Over het hek, terug. Weer een... Ja, goed. Ik sta nu weer op de runderbocht. Okay. Ik heb landvreugd in mijn rug. Ja? Ja, landvreugd heb ik nu... Nee, ik heb me omgedraaid, hè. Ik heb landvreugd nee, moet je in dus rug. Weer omdraaien. Ik draai me weer om. Ja, en nou moet je gewoon doorlopen en dan is het... Oh, ik zie hem al. Zie hem? Ach. Staat, ja. Staat groot hek. Nee, ik heb hem staat... al. Ik ben er al. Oké. Okay. Ik geef het woord aan jou met je reportage, Peer. Peer van Eersel. Goed, dames en heren, dit is Peer van Eersel. Ik loop hier over de runderbochten, over de oprit van boerderij Runderlust van Willem de Geer. En Willem de Geer is een man die nu alleen deze boerderij runt. Want is de treurige geschiedenis. Zijn vrouw is een half jaar geleden plotseling gebleven tijdens het melken. En Willem de Geer, u hoort het aan de naam al, hij is niet oorspronkelijk van hier, staat er nu alleen voor. En wou daar even over praten met Radio Bergijk. Ik loop, daar komt al iemand op mij af. Het is een grote boeren meneer op klompen en hij heeft een pet op. En ik zou zeggen, bent u Willem de Geer? Ik ben de Geer, ja. Ben je van de radio? Ja, even mijn keel schrapen. Ja, dit... Goddomme. Dit is Peer van Eersel van Radio Bergijk. Ah ja. Allereerst, meneer de Geer, nog gecondoleerd. Nou, dat is een half jaar terug, hè. Ja, maar toch, voor de luisteraars is het beter als ik toch gecondoleerd zeg. Ah, dat is leuk, ja, dank je. Dus gecondoleerd. Dank je. Meneer de Geer, u wilde even praten op de radio over het moeilijke bestaan als weduwnaar. Ja, maar ik wou ook zeggen dat ik vreselijk veel aan die cursus heb gehad. Hè. Ik heb een cursus gehad hoe je als weduwnaar eigenlijk je leven in moet richten. Hè. Want en, daar had u moeite mee. Nou, waar ik moeite mee had, dat het niet meer vanzelf ging. Vroeger kwam een eten vanzelf, maar dat kwam opeens niet meer vanzelf. He, dus ik zat om 5:30, zat ik in die kamer. Ik dacht, waar blijft dat eten toch? Ach, dus natuurlijk... Dus nu heb ik geleerd dat als ik voedsel wil krijgen, dat ik er iets voor moet doen. En dat was een shock. In het ergste geval moet je het zelf klaarmaken. Maar voor de rest moet je op de fiets naar... Ja, maar dat was voor u natuurlijk een shock. Ik heb 3 weken heb ik zitten wachten tot het eten vanzelf zou komen, maar dat kwam niet. Ja, en dat, toen realiseerde u zich opeens, ach, ja, dat was natuurlijk... Ja, toen dacht ik, ik moet naar die cursus. Ik moet weten hoe dat anders komt. Ja, en u ging toen naar die cursus en wat leerde u daar als in eerste instantie nou, op die cursus? Nou, in de eerste plaats dat bepaalde dingen niet meer vanzelf gingen. Zoals ik ook even geleerd heb om mezelf te helpen met de hand. Dan, dus je leert eten koken en je leert jezelf te helpen met de hand. En toen nou, was het is een soort van melken. Dat ging bij mij vrij snel. Goed zo, meneer. Ja, meneer de Geer, dat is wel duidelijk. Er luisteren ook kinderen mee naar Radio Bergijk. Dus die vieze praatjes, die hoeven we hier niet uit te zenden. Ik zeg toch niet aftrekken. Ik zeg met de hand helpen. Ja, nu heeft u toch gezegd. Maar u leert eten koken en u leert masturberen. Nee, ik leer niet eten koken. Ik leer dat ik kan telefoneren en dat het dan toch vanzelf komt als ik betaal. U leert kant-en-klaar maaltijden bestellen ja. En u leert masturberen. En heb toen ik, was de cursus klaar. Nee, en ook alleen zijn. Dat je daar ook positieve kant van in kan zien. Dat je niet, en hoe ging dat in zijn werk? Hoe leerde u dat dan? Nou, dat je ook niet de hele tijd hoeft te houden hoeren. En ook niet in jezelf. Hè. Kom eens even mee naar binnen. Dat is Peter, ik wou je wat laten zien. Kom even binnen. Ik ga wel even met u mee. Ja, we lopen even naar binnen. We lopen even naar binnen. Kijk, het is niet te doen als je niemand hebt om tegen te praten. Want ze hebben die cursus geleerd. Je kunt tegen jezelf alleen praten. Maar nou is toch gebleken dat ik iemand nodig heb. Die gewoon ga zitten. Ja, ga zitten. Ik ga hier zitten. Blijf zitten. Wilt u met uw handen van mij afblijven? Ja, ik ga even wat pakken. Oh. Zie je dit? Nou, hier, een stuk touw. Zo. Hey, gek, laat me los. En daar stop ik je ook nog wat in je bek. Hier, mijn zakdoek in. Doe je bek. Zo, is goed. En nou ga je luisteren. Ik ben geboren in 1909. Boven de grote rivier in de provincie Utrecht. Ik stond in een gezin van 9 kinderen.
Mijn vader was aan de drank. Hij was een boer. En mijn moeder was een tennisvrouw. Zo, een interessante meneer waar hij bij is. Logisch dat hij nog eventjes blijft om na te kletsen gezellig. En wij gaan eventjes naar vrolijke weduwemuziek luisteren. En dadelijk gaan we verder met de uitzending. Tot zo. Waarom zijn zoveel bedroefd en verkrampt? Waarom wilt u het noodlot toch dwingen? Probeert u soms anders te zijn dan u bent? Streeft u naar onnozele dingen? Bedenk toch, o mens, dat uw laatste kleed mist een zak die uw schat voor u draagt. Het is liefde en inzicht als enig bezit dat over het graf u nog schraagt. Overweeg dus, o mens, na uw dagelijkse taak dat veel dingen veranderen van waarde wanneer u ze toetst aan uw innerlijk licht dat de eeuwigheid voor u bewaarde. En dat is een oproep. Is erg belangrijk, want Van Vonderen Polytherm zit echt flink omhoog. Dat is natuurlijk al jaren eigenlijk het geval, maar ze hebben nu toch echt aan de notenbel getrokken. Wat zoeken ze namelijk? Een verkopercalculator, dakgevelbeplating spray, man of vrouw. En de functieinformatie is als volgt. Het verzorgen van voorcalculaties van de dakgevelbeplating spray, man vrouwelijk. En het verkrijgen van opdrachten. Daarnaast zoeken we ook nog, of zij dus Van Vonderen, een calculator spray man-vrouwelijk part-time. En die moet ook voorcalculaties doen en uitbrengen van offertes voor de afdeling spray. Wat ze vragen dan inzicht in de wereld van de spray. En een bepaald soort motivatie om dat inzicht in de wereld van de spray ten bate van het bedrijf Van Vonderen aan te wenden. En ze bieden zekere arbeidsvoorwaarden. En ze hebben ook af en toe aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Nou, bent u geïnteresseerd en weet u veel van calculator spray, mannelijk vrouwelijk? Dan kunt u contact opnemen met El van Otten. Telefoon 0497 572425. En u weet het natuurlijk allemaal, ze zitten op de Waterlaat 2, 5570 AA in Bergijk. Nou, tot zover dit bericht. Maar ik zie aan de apparatuur dat Peer nog zijn apparatuur heeft openstaan. Dus we kunnen misschien nog even gaan luisteren naar het vervolg van zijn reportage. Dus het gaat te ver om de hele uitzending aan die reportage te wijden. Maar misschien toch nog leuk om even te luisteren waar Peer nu mee bezig is. Nou, toen ik 7 was, toen kreeg ik 3 cent een zakgeld van mijn vader. 3 cent een zakgeld van de week. En weet je wat ik daarmee deed? Dat kan je nooit raaien. Met die 3 cent ging ik naar gekke Gerrit van Andel. He, die woonde daar in zo'n klein huis. En dat huisje zat vol met de ratten. En dan ging je met die 3 cent naar Gerrit. En dan zei je, Gerrit, hier heb je die 3 cent. He. Pak een rat en bijt hem de kop af. En dat deed hij dan. He. Hij ging als het heel snel de trap op. En wij waren, want er waren kleine andere jongens ook. He, van die boerenjongens. Die hadden ook dan een paar centen zakgeld. En dat gaven we allemaal aan die gekke Gerrit van Andel. Nou, dames en heren, u hoort het. Peer is... Peer is nog heerlijk. Zo uit, hè? Heerlijk in gesprek. Ik trek hem er weer uit. U hoort het, dus zoals zelden voorkomt. Peer is helemaal geboeid door het verhaal van deze man. Misschien dat we morgen kunnen horen van Peer hier in de studio hoe het ongeveer was. Maar dat is dan voor morgen, want onze tijd zit er voor vandaag op. Ik zeg voor alle zieke mensen in Bergijk, beterschap en alle gezonde mensen, kop op.